This guy, man. I love him. Hallo, het is je man die de verslaafde paprika's hier vandaag helemaal speciaal voor jou. We gaan ervoor. Jazeker. Ik ben dusdanig slim geweest met mezelf dat ik een witte broek, een wit shirt aan heb gedaan. Terwijl ik hier al een paprika eet die er onbekend staan om te splashen. Dus waarschijnlijk komt er zeg maar iets roods op mijn shirt straks. En dan denk je allemaal, nee. En dan denk ik, fuck jullie allemaal. Ja, oké. Mijn naam is Kelvin, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Geef alvast een duimpje omhoog op deze video, want dan heb ik gehoord dat ik kans maak om geen president te worden van Nederland. En niemand wil dat, dus als je even duimpje aanzet. Marketing. Ik ga vandaag weer iets leuks doen. Ik ga wel eens incognito als zijnde iemand anders en dan op een bepaalde app, dat heb ik gedaan. Sorry, ik ben even moe. Ik ben ook net wakker en shit. Ik heb hier een puist. Life is fucking moeilijk sometimes, man. I mean, life sometimes is like a box of fucking terrorists. Wat? Ik ga wel eens incognito op bepaalde apps zoals Tinder of Grindr of wat dan ook. En dat heb ik gedaan als zeg maar nepvrouw op Tinder of als Monica op Tinder. En vandaag ga ik dat ook doen, maar dan als MILF. Er is niets mooiers als een mooie MILF. Er zijn zeker heren van niet alleen mijn leeftijd, maar ook een hogere en een lagere leeftijd. Die soms op de straat lopen en hun blik werpen op een moeder en denken van... Yo, jij bent even één goede moeder. Oh ja, voor de mensen die niet weten wat MILF betekent, laten we het er gewoon op houden dat het moeder is die je aantrekkelijk vindt. Zo van, oké, hey, die vrouw is aantrekkelijk. Oh, ze is ook nog moeder. Oké, dan is een MILF. Ready? De afkorting is zeg maar iets anders, maar laat gewoon even buiten beschouwing houden voor zeg maar de mensen. Nou, ik ga er gewoon voor. Ik heb een nieuwe theorie ontwikkeld waarin ik... Kijk, ik ga even dit doen. Zo, hoppakee. Helemaal niks aan de hand. Dit is helemaal geweldig, toch? Kijk dan wat er gebeurt als ik mijn telefoon... Ik heb inmiddels een Tinder-account aangemaakt. En die is van mijn enige echte... Nou, ze bestaat niet, maar toch wel... Ja hoor, mensen! Ik introduceer jullie aan... Natasha! Natasha is 44, is naar de Utrecht van... Is naar de Universiteit van Utrecht gegaan. Houdt van rode wijn, een goed boek, mijn kids en tennis. Very nice. Dit is een fotootje van Natasha op het moment dat ze dacht... Oké, ik moet even een stoute profielfoto maken. Dat heeft ze toen gedaan. Dit was terwijl ze lekker aan het drinken was met haar vriendin. Dit was toen ze in het bos was met haar kind. Dit kan alleen maar goed gaan. Dit kan alleen maar mooie resultaten opleveren. Ik ga gewoon, zeg maar... I'm so fucking excited for this shit. Altijd als ik deze video's begin, dan begin ik met een pessimistisch gevoel van... Oké, hier gaat toch niks gebeuren. En dan in één keer, bam, match 1. Bam, match 2. En dan gaan we door en dan... you get this. Oké! Yes! Ted is een motorrijder. Like, laat het gewoon doen. Ja! Wow! Dit is me nog nooit overkomen. Ik ben hier geschiedenis aan het schrijven. Dit kan toch niet? Ik heb gewoon een match. Ik kan nu even met Ted gaan praten, maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon even door. Zeet, 31, co-founder, managing director. Hey, like. Nee! Nee! Nee toch? Hebben jullie dit hoofd gezien, mensen? Dit is mijn hoofd op het lichaam van een vrouw. Ik beloof het natuurlijk mijn enige fantastische video te worden. Stijn, Aalto Hogeschool Groningen. Oh, kut. Geen match. Fuck! Het is zo kut. Ik had gewoon normaal gesproken moet ik eerst 1000 mensen liken voordat ik eens een keer een match krijg met iemand. Nu is het 2 keer gebeurd, de 3e keer niet. Ik ben vet teleurgesteld. Onnodig. Asael, 22. Like. Yeah, baby! Oh, baby! Why is this even possible in the world of men on Tinder? Mannen van Nederland, what is up with you? Ik ga gewoon eventjes doorliken. Ik moet niet zoveel doen. Hey, een like! Hey, een star. Wat is dat? Wat is zo'n sterretje? Als mensen weten waarom, zet het even in de comments voor de volgende keer. Michel. Nee, Michel niet. Sorry, Michel. Andreas, 46. Like. Hey, een match! Is this even happening to me? Oké, we gaan gewoon door. Ray, lijkt op die pianist. Like, hey, how fucking surprising! Een match, fuck you! Deze mannen hebben allemaal een 20-jarige jongen geliked. Dit is niet oké vanuit mijn kant. Dit is niet goed dat ik dit doe. Oké, ik moet gewoon door. Like, ja man. Chris, sowieso like. Oh, geen match. Fuck. André, like. Melvin, like. Dit is echt sick, dit is echt top. Like, hey, een match. Ja, ik vind het allemaal fucking irritant dat ik al die matches heb. Hoezo liked iedereen deze vrouw? What the fuck? Hey, nog een match. Another one. Hey, wacht even. Nog een match. Nee, niet. Oh. Oké, ik ga gewoon praten met mensen. Ik heb gewoon scheid. Ik wil eigenlijk gewoon een jonge heer aan de haak slaan. Herman. Hallo Herman. Ik ga sowieso met Herman praten. Wow, een meisje. What the fuck? Ik heb ingesteld dat je ook meisjes kan. I like Kevin. 19 jaar. Ja! 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 Oh, nice. Oh, so fucking nice. Kevin is 19 jaar en die heeft gewoon even een milfie geliked hier ook. Oké, ik ga gewoon met Kevin praten. Hoe is het met je?
Oké, weet je, casually gesprekken opbouwen, doe ik gewoon. Geen stress. Oké, ik ga ook even met Herman praten. Hallo Herman, hoe gaat het? Ja! Dit is zo'n lekker gevoel altijd, hè. Ik heb een berichtje gekregen van een man. Yes. Dit is zo fucking nice. Ik zal even vertellen waarom ik het zo nice vind. Kijk, op het moment dat ik die foto's aan het photoshoppen ben en mijn hoofd erop, dan denk ik, nee, dit gaat nooit, dit wordt hem niet. Dit gaat niet lukken. This ain't gonna happen. En dan blijkbaar wel. Ray is volgens mij echt een lieve gast. Nu haat ik mezelf weer. Dan ga ik weer mensen teleurstellen en shit. Ik ben echt een lul. Ik ben echt een klootzak. Echt een fucking klootzak. Maar het is gewoon wel grappig, toch? Dat is boeien. Goedemorgen, Natasja. Wij hebben een match. Het lijkt mij leuk om jou te ontmoeten. Wederzijds, liefst Ray. Goedemorgen, Ray. Ray is the type of guy. Ray is the type of guy who just wants to hook up. Right fucking now. Je ziet toch, als je toch mijn foto's ziet, zie je toch dat er iets niet klopt. Je ziet toch dat er iets niet klopt aan mijn foto's. Ik ben die dude die zeg maar gevaarlijk uitziende types niet gaat liken. Omdat ik dan bang ben dat ze me dan gaan opzoeken en we dan gewoon in elkaar timmeren en daar heb ik geen zin in. Ray, wat wil je weten, schat? Ik heb zoveel mogelijk al op mijn profiel gezet. Je mag ook bellen. Ik vind je leuk. What, Ray? What? Ray, what the fuck? Ray, zo doe je, zo hoort het niet. Ray, je bent 50. Snap je niet hoe het werkt? Vrouwen aan de haak slaan? Gewoon stap voor stap, rustig aan, beetje praten, beetje teasen, dan misschien... Deze guy is echt gewoon van, hoi, hier is mijn nummer, laten we neuken. Ik ga even zijn profiel lezen. Spontaan, lieve charmante man, 1,79 meter. Passie, zorgzaam, gescheiden, zoontje van 11. Creatief humor, waar... Jezus, allemaal shit. Alleen maar van die cringe ass motherfucking standaard shit. Oké, ik ga even wat meerdere foto's van hem kijken. Oeh, Ray is wel een mannetje hoor, Ray. Godverdomme zeg. Ja, dan ga je natuurlijk allemaal denken, ja, Kelvin, ga hem bellen. Ja, doe dat. Ja. Ik ga eerst even het gesprek met hem voortzetten. Misschien dat ik hem nog bel. Haha, wat klink je als een stoute jongen? Houd ik wel van. We on this level, oké, mensen? Ik waarschuw jullie alvast. Ik ben op dit level geklommen. Ik ben een treetje hoger gegaan. Ik ga even sensatie even aanbakken. Dat gaan we gewoon doen, jongens. Wow, yes! Ja! Ik heb Kevin. De 19-jarige Kevin is met me aan het praten. Het had niet mooier kunnen zijn. Het had gewoon niet mooier kunnen zijn. Ik heb gewoon een stoute 50-jarige man en een stoute 19-jarige jongen die wel eens even een milfie aan wil grijpen. Oh, ja, dat is, ja, natuurlijk. Goed, schat. Wat leuk dat we een match zijn. Arme, arme Kevin. Voetbal, hardstyle, festivals, AFAS Breda. Houd je van oudere vrouwen? Zeg maar, de kans is aanwezig dat hij mij kent en wel eens mijn video's kijkt en daarom dus dit weet. Nou, wow, ja, het gereageert. Zie wel dat ik een stukje jonger ben. Vind je dat erg? Ja! Ik ben, what the fuck, en Ray gaat ook. Wow, dit is een rollercoaster. Dit is een fucking pretpark, is niks met dit, wat de. Ik vind het zo fucking hilarisch. Haha, nee, natuurlijk niet. Joh, vind dat juist leuk en spannend. Wow, Ray is on a level, man. Let's go. Ray, wat heb je me te vertellen? Haha, stoute jongen, ben ik wel een beetje. Wat een uitdagende foto van jou. Studeer je nog aan de Unie van Utrecht? Ik ben met mijn mediatoropleiding bezig, zit bijna de hele ochtend in mijn boeken. Wat een lieve man. Wat een lieve man. Nee, ik heb mijn studie vorig jaar afgerond. En op zoek naar een andere job. Kun je een jurist gebruiken? Ik ben niet zo duur. Wat voor studie? Wow, probeer je nou gewoon business binnen te halen via Tinder? Is this your style, man? Wat voor studie? Wat voor studie heb ik gedaan? Communicatiewetenschap. Ja. Ray, dit zijn echt saaie gesprekken, man. Kom op, tease it up a little, man. Hey, Kevin, ik... Kevin moest eens weten dat hij gewoon met Kelvin praat. Gelukkig. Ja, ik houd ook wel van oudere vrouwen. Die hebben altijd iets meer ervaring. Dan ontdek je altijd wel iets nieuws. Dit kan toch niet? Dit is niet aangaande. Deze man, dit jochie, deze gozer. Echt een stijve piemel nu. Echt waar. Dat klopt wel, ja. Ervaring op welk gebied bedoel je? Ik ga eventjes naar Ray. Kom op Ray, onze gesprekken worden saai. Dus dan kan je goed communiceren. Dat is zo'n mooie kanjer als jij nog vrij rondloopt. Gelukkig maar, dan maak ik tenminste een kansje. Daar kun je dan iets van leren. Heb je tips? Oké, we gaan het gewoon doen. Jezus, Ray jongen, ben je nu aan het werk? Je hobby is tennis, nog steeds schikt het om vrijdagochtend samen te lunchen. What the fuck? You the best. Oké, Ray, ik ga je niet naaien. Ik ben gewoon even benieuwd naar wat je hierop gaat zeggen. Ray, allemaal leuk en aardig zo hoor. Maar stiekem wil ik gewoon weten of je met me naar bed zou gaan. It's out there. Ik ben waarschijnlijk het grootste 20-jarige rotjoch van heel Nederland. Ik ben manipulatieve bitch. Maar ik doe het voor jullie. Om ze de leukst mogelijke video's te maken. Kevin heeft inmiddels ook gereageerd. Het zal geen fietser zijn, denk ik.
This guy, man. I love him. Ik heb respect voor deze dude. Deze dude denkt gewoon, fuck this shit. Weet je, 40-jarige moeder. I'm in. I'm fucking in for the game, man. I'm going bang, bang that motherfucking bitch. Dit wordt leuk. Dit wordt fantastisch. Dit wordt helemaal geweldig. Stuk voor stuk allemaal lekkere money hier al. Ik wil het weten, kleine jongen van me. Ah. Ik kan nog steeds niet geloven dat de mensen dit... Kijk die foto. Dit is het punt waarop je echt wacht op een reactie. Heb ik Ray afgeschrikt? Ik was best wel direct of zo. Ja, ze laten Natasha gewoon de kou staan. Natasha doet haar uiterste best om een fatsoenlijk gesprek te hebben met deze jonge mannen. Kevin. Oké! Ik heb een reactie van Kevin. Jazeker, dat weet je zelf ook wel waar het om gaat. Haha. Dit is zo gauw. Insinueer je nu dat je met me naar bed zou gaan? Weet je wat het is? Ik gebruik een moeilijk woord als insinueer. Want dat gebruiken alleen mensen van een gewoon volwassen leeftijd. Ray heeft ook gefeliciteerd. Of gefeliciteerd. Hey, Ray heeft ook gefeliciteerd. Oké. Okay. Wow. Ray is een baas. Ray, wat ben jij een motherfucking baas. Shit. I love you, Ray. Ik heb de helft gelezen. Oké. Okay. Geef me heroïsche muziek. Gewoon filmmuziek. Gewoon gladiator shit. Geef me het zwart-wit. Ik ga dit doen. Echo dingen, let's go. Ik doe een voorstel. Voor een lunch. Verbaast mij dat jij mij na 5 minuten confronteert met je onbeleefde vraag. Lieve Natasha, gaat het tegenwoordig alleen maar om de seks? En ja, natuurlijk wil ik met je naar bed. Mits het wederzijds is en onze gevoelens voor elkaar intens is. Vrijdag prima. Kun je naar Blaricum of Nanen komen? Wil je nog steeds niet weg? Ik vind dit zo'n onroerend moment. Ik vind dit zo'n mooi moment in de geschiedenis van de mensheid. Ray snapt het precies. Ray, je bent een motherfucking help. Je hebt de test doorstaan, Ray. Good for you. You get free paprika's. Special for you. Ray, wat ben jij een motherfucking help. En daarmee is ook het gesprek nu helemaal geen kut meer aan, dus ik ga het doen. Dag, Ray. Daarentegen heeft Kevin... gereageerd. Dat heb ik nog niet gezegd. Begon alleen maar over oudere vrouwen in het algemeen. You're a fucking pussy. Zeg gewoon wat je denkt, Kevin. Oké, ik snap het. Ik zou jou daarentegen zo mee naar huis nemen, hoor. Lang geleden dat ik zo'n jong stuk vlees in de kuip gehad heb. Oké, ik ga nog heel even Ray zeggen. Je hebt helemaal gelijk. Je bent een motherfucking held. Love you. Ray for president! Ray is een baas. I love Ray. Wow, maar echt goud. Echt fucking goud. Wow, iemand stuurt mij... Lijp. Gewoon een random ass motherfucker. Schrijf lijp met korte ei. Bitch. Dikke pik in je mik. Wow, what the fuck? Lol. Heb je pik? I need it in my life. Ray heeft gereageerd. Dankjewel voor je compliment, liever. Love you too. En nu is het klaar. Nu is het gewoon klaar. Dit is officieel het einde tussen mij en Ray. En dat is niet erg, dat is alleen maar goed. Kevin. Oeh, spannend. Maar ik kan nu even niet meer praten. Mijn pauze is over. Fuck jou, Kevin. Motherfucker. I hate you. Dat had zo mooi kunnen worden. Nee, Kevin, blijf. Als je nu gaat, zie je me nooit meer. Zo, weet je? Zo werkt het gewoon in die wereld. Gewoon take it or leave it, weet je? Nu is je kans, nu moet je hem grijpen. Die heb jij denk ik ook. Als ik naar je foto kijk. Yep, dat klopt. Ja, klopt. De grote vraag is natuurlijk, gaat Kevin nog op mij reageren? Of denkt hij, fuck deze bitch. Gadver. Wow, waarom is dat vies? Ik zit met mezelf in de knoop. Ik denk dat ik een tranny ben? Nee. Bespreek dat niet met mij, net met mij. Je bent niet koekoek. What the fuck? Jij bent echt een judgmental motherfucker, jij. Stel dat ik echt een ongeba... Of je nou een grap maakt of niet. Oh, fuck. Onzeker zielig persoon. What the fuck? Deze guy is gewoon... Die wordt gewoon boos op me. Misschien is het ook wel eens goed. Misschien verdien ik dit ook wel. Wow, niet zo boos. Alleen begrijp ik niet dat een persoon hier tijd voor heeft. Nou, is zeg maar meer voor de fit. Snap je? YouTube, kijkers, knol. Heb je lievelingskleur? Ik maak deze gast helemaal gek. Ik maak hem helemaal lijp. Ja, rood. Hij gaat gewoon serieus in op het... Hoe ik je cake open snij. Keel open. Wow. Dit kun je niet maken. Dit is niet goed. Dit kun je echt niet maken. Ver. Dit is gewoon niet lief. Niet lief. Deze gast waarschijnlijk gewoon... Aardig, maar een beetje agressief of zo, weet je? En hier zit ik dan, hè? In mijn eentje. Hij kan gewoon hier naar binnen komen nu mijn keel open snijden. Blijkbaar wil hij dat. Ik ben er klaar mee. Dit is niet goed. Ik ga jullie verder niet lastig vallen met een gast die blijkbaar mijn keel wil doorsnijden. Omdat ik een grapje uithaal. Mensen, de hele wereld ligt op zijn kop. Ik haal één grapje uit. Iemand wordt helemaal agressief. Ik ben klaar. Abonneer mijn kanaal. Tot de volgende keer. Laat in de comments even achter als wie ik nog meer op Tinder. Fuck jou. Niet tegen jou, maar tegen die gast. Niet aardig.
Veel haar, gewoon een beetje haar hierover. Zo, zoiets. Hoe de fuck kijkt ze nu dan? Oh, ze heeft nog één kussen over haar rechterborst. Deze chick is medogeloos. Deze arm ligt zo. Waarom doe je dit? Waarom houdt ze haar broek zo vast? Het maakt het alleen nog maar moeilijker. Oké, mensen, ik ben er klaar voor. 3, 2, 1. Deze is zo fucking lijp. Deze is legendaar. I love it. Dit is goed. Dit is goed. Ik ben trots op mezelf. Trots. Officieel. Mensen, ik zeg het jullie. Trots.